Al sinds jaar en dag kun je in Windows via de verkenner een overzicht bekijken van je schijven, programma's, mappen en bestanden. Hiervoor zijn ook alternatieven, zoals de Windows 10 app Files. Deze gratis app heeft een strakke vormgeving en biedt meer functionaliteit, zoals het werken met tabbladen. Een overzicht in deze houdt toe. Je vindt files in de Microsoft Store, die je bijvoorbeeld via de taakballen kunt openen. Rechtsboven zoek je naar Files. Zorg ervoor dat je hier de juiste keuze maakt. Vervolgens kun je de app downloaden, installeren en uiteindelijk starten. Files is geopend. Je ziet hier onder Mappen een overzicht te vergelijken met de bibliotheken uit de Verkenner. Klik erop om de betreffende map te openen. Hier zie je het pad. En zo keer je terug naar de vorige stap. Hier kun je de inhoud van een schijf bekijken. Ook via de mappen aan de linkerkant kun je navigeren. Zo kun je bijvoorbeeld naar het bureaublad. Aan de rechterkant zie je een aantal knoppen. Hiermee kun je alle items selecteren of juist deselecteren. Met de tweede knop kun je onder andere de layout wijzigen. En hiermee kun je een preview bekijken van een geselecteerd item. Over de bestanden zie je hier uitgebreide informatie. Als je dit item geopend wilt houden, kun je een nieuw venster of een nieuw tabblad openen. Dit wordt dan geopend met Start. Je kunt ook een nieuw venster openen. Dit zou je bijvoorbeeld op een tweede scherm kunnen laten weergeven. Dit kun je dan gebruiken bij het kopiëren en of verplaatsen van mappen en bestanden. Als je een tabblad versleept, wordt dit automatisch geopend als een nieuw venster. In Start kun je achter schijven via de puntjes een netwerkstation toewijzen. Hier kun je de inhoud van de aangesloten schijven bekijken, zoals een USB-station. Door met de rechtermuisknop op een item te klikken, kun je allerlei handelingen uitvoeren, net als in de Windows verkenner. Alleen is dit een overzichtelijk geheel. Handig is ook dat je hier je cloudopslag bij elkaar vindt, in dit geval voor Dropbox en OneDrive. Als je een item aan de favorieten wil toevoegen, kies je via de rechtermuisknop voor aan zijbalk vastmaken. Op dezelfde manier kun je het item van de zijbalk losmaken. Via de knop linksonder kun je naar de instellingen. Zo kun je bijvoorbeeld een aantal opties voor het uiterlijke aanpassen en wat je wilt zien wanneer Files wordt opgestart. Je kunt ervoor kiezen een specifieke pagina te laten openen. Via browser kun je de map aangeven. Als Files nu wordt opgestart, verschijnt de betreffende map in beeld. Tot zover deze houtel over de Windows 10 app Files.